Johan Cruijff, uitstekende prestatie, vraagteken, ja? Als je nagaat dat ze als eerste geëindigd waren, Nederland toch niet een elftal op de been bracht wat echt ingespeeld was. Dan kun je alleen maar een compliment geven dat die Roemenen eigenlijk weinig of geen kansen gehad hebben. Ik denk dat Stekelenburg één keer op de grond gevallen is, schat ik. Zeker meer niet. En je verwacht toch voor zo'n team die voor zijn laatste kans speelt, verwacht je toch gewoon veel meer. Maar dit is wel de ploeg die Italië op een gelijkspel bijna won. Ja, dus, penalty missen. Dit is de ploeg die Frankrijk op een gelijkspel hield. Waarvan Nederland nog niet had kunnen winnen. Duidelijk. He? Het is duidelijk. Dus het elftal, als gewoon het niet briljant was. Het ging op een gegeven moment. Dan vooral in het begin kostte het wat moeite. Op het laatst zag je dus 4-5 spelers er echt inkomen. Het laatste 20 minuten helemaal. Mm-hmm. En dan, dan zie je ook meteen een versnelling. Zie je meteen meer kansen komen. En, maar goed, als je met de achterhoede begint, dan moet je zeggen dat ze weinig of geen enkele kans weggegeven hebben. En dat is toch uitstekend gedaan. Even Huntelaar. Huntelaar zie je, zei Jack in zijn commentaar, niet de hele wedstrijd niet. Of je ziet hem wel, maar lijkt niet goed in de wedstrijd. En dan pats. Jawel, op de eerste plaats is dat een kwaliteit. Ja. Tweede plaats moet je zeggen dat hij dus in elftal spelen wat moeilijk op gang kwam. Mm-hmm. Je hebt hem niet gezien, maar als je de kans van Robben zag, wie hij neerlag. Ja. En daarvoor nog één. Dus ik vond het niet echt. Hij heeft niet veel bal aangeraakt. Dat klopt. Uh-huh. Maar het kwam gedeeltelijk ook omdat er langzaam gespeeld wordt. Bauma zei zo even, Wilfred, van ja, ik heb al 3 nachten vervelend geslapen toen ik hoorde dat ik niet dat ik geen basisspeler zou zijn. Daar heb je natuurlijk mee te maken. Wat doe je met spelers die weliswaar belangrijk zijn voor je team, maar tegen wie je moet zeggen, je bent geen basisspeler. Wat zeg je tegen die spelers? Nou, op de eerste plaats weet je. Er werd ook al gezegd dat er maar 11 kunnen spelen van de 23. Om te beginnen, daarna heb je nog 3 wissels. Mm. Nou, ze zijn ook in andere wedstrijden al ingebracht. Er wordt vaak in dit soort situaties wordt er veel gekeken naar wie begint. En als trainer heb je dus meer te maken met hoe eindigen die wedstrijd. Want je moet winnend eindigen. En daar heb je een heleboel manieren voor. Het is natuurlijk normaal dat iemand... Het zou ook niet normaal zijn als iemand niet teleurgesteld is. Nee, dus maar de gekke. Maar, hoe pak je zo iemand op? Wat zeg je dan? Nou, ten eerste weet je dat je apart behandeld wordt. Op bijna elke dag. Waar het niet geen speeldag is. Als je alleen maar de trainingen neemt. Degenen die gespeeld hebben, die kunnen apart lopen. Maar die anderen die trainen echt. Ja. Dan heb je ook de volledige attentie van de hele technische staf. Je weet toch ook dat ze opleggen. Je geeft ze meer aandacht. Natuurlijk. Ze hebben aan de ene kant meer aandacht nodig. Mm-hmm. Maar... ze moeten dus ook meer trainen, want ze hebben geen wedstrijdritme. Nou, dat zag je dus de eerste helft. Mm. Dus je moet het maar proberen te forceren. En dat kost moeite. Als je dan zo'n wedstrijd moet spelen zoals vandaag, moeten we stoppen? Nee, ga door. Oké, okay. Als we zo'n wedstrijd... moeten spelen als vandaag. Ja. Dat de hele wereld zit te kijken. Laat Nederland die andere, of laat Nederland het Roemenië. Dat is een enorme druk voor jongens die het hele toernooi nog niet gespeeld hebben. Plus de spanning om te spelen. Dus wat mij betreft valt het helemaal niet tegen in het begin dat het stroef gaat. Want je gaat natuurlijk beginnen met jongens, we mogen niet verliezen. Ja. En dan ga je pas verder. En dat zag je ook de tweede helft, dat ze toen pas gingen voetballen. Je zag het zelfs met Melchior toen erin kwam. Was de rest al een tijd bezig. Hmm. En hij had toch echt 5 minuten nodig om in het spel te komen. En dat is normaal en logisch. Wat is dan bij een team dat zo goed draait, dat zo in vorm is, wat ligt dan op de loer? Ik bedoel, behalve pech. Dat iedereen kan treffen. Nou, op de eerste plaats wordt het een knock-out systeem. Hmm. Dus dat is op zich al een grote verandering. Als je denkt overschatting of onderschatting, beter gezegd. Of dat je naast je schoenen gaat lopen. Ik denk dat ze daar nog lang niet aan toe zijn. Die dus, indruk maakt de ploeg totaal niet. Nee, totaal niet. Dus ik zie dat ook helemaal niet zitten. Plus dat 9 van de 10 dus te weinig bagage nog hebben om dat überhaupt te doen. Je hebt kunnen om naast zijn schoenen te lopen. Om naast zijn schoenen te lopen, Te weinig bagage daarvoor? Ja, dat ze nog te weinig meegemaakt hebben. Okay. Of te weinig prijzen. Dat is een van de dingen die dus wel gebeurde. En bij Frankrijk en bij Italië. Als je zag hoe die het toernooi in gingen. Mm-hmm. Er was een totaal verschil. Een gigantisch verschil met Nederland. Je zag dat iedereen eigenlijk tot zijn tanden gewapend was. Ook wat dat betreft, als dus mensen afvallen of mensen erin komen, is een belangrijk onderdeel. En wat goed is, dat het een vrij jonge ploeg is bij elkaar. Die elkaar natuurlijk ondersteunen. Het is alleen jammer misschien dat die Maduro nu bij is. Want die zou ook misschien voor de toekomst een stap verder. Maar goed, je mag er 23 meenemen. Precies. Dus die heeft pech. Maar het had leuk geweest als je zegt, oké, voor Nederlandse voetbal een stap verder te laten maken. Het ziet er allemaal uitstekend uit. En de volgende wedstrijd, het is knock-out. En
ze hebben denk ik, of een groot gedeelte van dit elftal heeft het al een keer meegemaakt, hoe je door de pers afgemaakt wordt als je de volgende wedstrijd verliest. Dat heb ik je meegemaakt tegen Portugal in Duitsland. Ja. Dat werden ze bijna allemaal afgemaakt. Dus ze weten waar ze aan toe zijn. En vandaar dat iedereen, denk ik ook, heel erg bij de les is. En je ziet ook geen, ze zeggen geen onvertogen woord. Ja, dus allemaal jongens, niks, volgende nergens. Wedstrijd, we gaan door, we doen dit, we doen totaal dat. Gefocust. Dag, totaal gefocust. Ja, volledig. Ja. En dat is natuurlijk ook weer de les wie ze in Duitsland gaat hebben. Frankrijk kan naar huis en Italië mag toch blijven. Na die sensationele 3-0 oorwassing door Oranje. En nu bestaat het gevaar, tussen aanhalingstekens Johan, want wat is nog een gevaar, dat Nederland Italië weer gaat tegenkomen in de halve finale, mocht het zover komen. Ja, ze hebben die loterij nu eenmaal zo gedaan. Het lijkt mij in ieder geval niet het leukste. Nee, ja. Het lijkt mij dat je tot de kwartfinale het kan doen zoals het is. Mm. Maar dan moet je tegen iemand van een andere pool spelen. Later kun je nog zeggen, oké, je komt ze weer in de finale tegen. Mm. Maar om dat in de halve finale met één wedstrijd ertussen weer tegen te komen, lijkt me niet echt het leukste. Mm. Nee. Buiten dat Italië is, wie dat ook niet is. Hè? Ja, op zich is het niet leuk. Nee. Nee, wel een drama voor de Fransen. Ja, ze hebben... Ik vond ze eerlijk gezegd, ze maakten het Nederland lastiger dan de Italianen. Jawel, maar je ziet, Ribéry ging eruit. Mm-hmm. 10 man na, denk ik, 20 minuten of zoiets. Ja, 20 minuten. Ongeveer. Ja, nou goed, tegen de Italianen is dat gelopen koers. En daar kun je op dat moment niets aan doen. Grootste fout maken ze eigenlijk tegen de Roemenen, door niet te winnen. Mm-hmm. En tegen Nederland, schoon ze goed speelden, ja, elke avond was een goal. Voor Nederland, dus dan... Dan kost het moeite. Zaterdag is de kwartfinale en de vraag is, wordt dat Zweden of wordt dat Rusland? Welke voorkeur heb jij, Johan? Heb je die überhaupt? Ja, aan de ene kant, die Zweden zijn altijd heel erg stug. Ja. En het lijkt wel of ze allemaal heel erg groot zijn. Dat, je loopt altijd tegen heel erg sterk. Ja, ik weet niet wat het is. Dat hebben ze eigenlijk altijd. Dus moeilijk om tegen te spelen. Mm. Russen, nadeel is dat die net aan de competitie begonnen zijn. Dus die zijn over het algemeen fitter. Maar goed, je hebt je rust kunnen pakken. Je hebt, als het allemaal goed gaat, dan is dat ook een hele logische redenering geweest. Want dan zou je dus in 8 dagen 3 wedstrijden spelen. Ja. Dus dat is zaterdag, donderdag, zondag, hè, geloof ik, laatste. Zoiets. Dus dan moet je je rust pakken, net wat je zegt, wanneer het mogelijk is. Mm. En ik denk dat het opsteken van vandaag is dat er toch 3 of 4, 5 spelers heel dicht bij het elftal zitten. En dus op elk moment ingezet kunnen worden om dat stapje vooruit te maken. Want je hebt toch in die wedstrijd minimaal 14 man nodig. Het voelt al bijna gewoon. Vandaag hebben we 2-0 gewonnen van Roemenië. Het is al bijna gewoon. Ja, nee, ja, mensen... Ja, de mensen moeten dat gewoon zo accepteren. Die moeten feest hebben, die moeten daar een zin hebben. Mm-hmm. Voor een professional is het een ander verhaal. Je mag blij zijn, tot morgenochtend weer. En dan begint het feest opnieuw. Ja. Je moet richting volgende wedstrijd. Kost pijn, ze hard moeten trainen. Er zullen weer mensen teleurgesteld worden. Iedereen die denkt al dat het elftal al klaar staat. Ik denk het niet. Ja. Ik denk dat deze jongens... Toen minstens 3 of 4 jongens hebben laten zien dat ze er heel dichtbij zijn. Dus makkelijk erin kunnen of er misschien in staan. Welke 3, 4 bedoel je? Nou, je moet geen namen niet. Je moet nooit een boel compliceren voor de trainer, voor de spelers op zich. Maar je hebt vandaag kunnen zien dat er een paar heel dichtbij zaten. Dus het kan ook van de tegenstander afhangen of je de een of de ander opstapt. Ze gaan hier zometeen het licht uit doen, Johan, in het Wangdorp. Dan gaan wij naar huis. Dan gaan wij naar... Maar zeker, voordat het licht uit is bij voorkeur. Ja. Maar wat een geweldige avonden hebben we hier beleefd. Ja, als je dus... We zijn in het begin, oranje is een mooie kleur. En als je dan hier... Je zei, het is de mooiste kleur die er is, zei. Ja, is het ook. Het is een hele blije kleur. En, je moet het op een andere manier zeggen als dat ik het wilde zeggen. Maar in ieder geval, oranje is een fantastische mooie kleur. Je ziet ze overal lopen. Ja. En iedereen loopt te lachen. Dus dat is alleen maar prettig. Ja, het zijn echt onvergetelijke avonden die we hier hebben. Op de een of andere manier doe je het daar ook voor. Hè? Het klinkt gek als een professional. En het klinkt gek, want je bent zelf bezig. Dat begrijp ik niet. Waarom klinkt het gek? Omdat vaak mensen denken van... Ja, nou, die hebben andere ideeën of die hebben andere dit. En die denken... Maar je geniet hier toch intens van, Johan? Ja, dat is toch fantastisch. Maar ook die spelers. Als je met een bus aankomt, je ziet die mensen. Of je ziet ze weggaan. Je ziet ze lachen. Je ziet ze zwaaien. En dat verveelt nooit. Dat is eigenlijk... Mensen denken als je professional die vaak aan geld dacht. Eigenlijk denk je 1 keer per jaar het geld op met je contract tekent en daarnaast over. Mm-hmm. En dan geniet je van dit soort momenten. Ja. En daarom is het zo goed dat er ook al die mensen er zijn. Ik denk dat iedereen die het veld op kwam vandaag. Mm-hmm. En niet de helft, maar 3 kwart van het stadion Oranje zei. Die zegt, jezus jongen, daar zijn we weer. Hè? Ja.
Johan, achter ons worden de vlaggen gestreken. Die van Roemenië en die van Nederland. Het EK Nederland die gaat mee. Nederland gaat mee. Gestreken wordt die van die Roemenië. Ja, het is toch een verschil. Ja, en die van UEFA, die gaat... Nou, oké. Okay. Die mag ook mee. Die mag ook mee. Het EK voetbal is hier voorbij. Er komt weer kunstgras in. Het gras dat hier niet echt groeide, maar erbovenop gelegd is, dat wordt verwijderd. En wij gaan met z'n tweeën naar... met alle naar anderen. Basel. Okay. Dankjewel. We zien elkaar dan zaterdag terug. Dames en heren, het Nederlands elftal heeft hier 3 keer gespeeld. En 3 keer glorieus gewonnen op het EK voetbal. Elke wedstrijd die nu gaat volgen voor het Nederlands elftal is een finale. De eerste is aanstaande zaterdag in Basel tegen of Zweden of Rusland. Een kwartfinale.